19 september was nogthans de dag waarop duizenden personeelsleden van Wagolie en RMT via het journaal moesten vernemen dat hun job ophield te bestaan. Maar niet alleen voor de werknemers van RMT en Wagolie, maar ook voor alle toeleveringsbedrijven, horeca, hotelwezen, tot kruidenierszaken toe, was 19 september een zwarte dag. Om dit te herdenken, leggen we vandaag een krans neer. Het is een krans van spijt en verdriet om vele loze beloften, maar ook van hoop. We weten dat er toekomst zit in het ferryverkeer op het kanaal. We kennen mensen uit de ferrywereld. We proberen die nu momenteel samen te brengen met mensen die centen hebben, om zo een nieuwe lijn te starten. Verder gaan we er niet veel woorden mee gebruiken, maar met de symbolische krans een teken van verdriet en hoop geven. Ja, restart passenger ferry line. Het is voor jullie een droom om dat allemaal opnieuw in gang te steken. Maar het is een economische noodzakelijkheid voor de stad en voor de ruime omgeving. Oostende trekt 3 miljoen toeristen per jaar ongeveer. Van die 3 miljoen, als er dan maar 1% of 2% een keer de ferry neemt, dan hebben we een bloeiende lijn. En daarnaast heb je dan ook nog de transportsector die echt wel vraagt naar een nieuwe overzetsmogelijkheid naar Engeland. Ja, heel veel politici zijn nu als de dood voor een nieuwe ferrylijn uit Oostende omwille van die problematiek met transmigratie. Liever geen ferrylijn dan ook geen transmigratie. Is dat een heel belangrijk argument, denkt u? Ik zou zeggen, sluit aan alle havens vanaf Spanje tot in Finland. Want er overal zijn de lijnen naar Engeland, maar de problemen zoals ze bestaan doen zich vooral voor in Calais. Dus ik denk dat het vooral een probleem is voor de overheid in Frankrijk, eerder dan een probleem aan de verre lijn. Ja, u zei zelf in uw toespraak, ja, 19 september, dat is een datum die velen vergeten zijn. Wil dat zeggen, niet veel mensen liggen daarvan nog wakker in Oostende? Ik denk dat de datums de mensen meer onthouden hebben, dat dat februari 1997 is, wanneer dat de laatste ferry effectief de haven binnengevaren is. Maar 19 september was toch het begin van het einde. En daarom is deze. De RMT in Oostende, veel jonge mensen zijn dat nu vergeten, maar het was iets met een enorme impact op deze stad. Dat is verschrikkelijk geweest. Wij hadden niet alleen de impact van wat betreft de vracht, maar het was hoofdzakelijk het toerisme. Dat je weet dat iedere stad dus een bepaalde aantrekkingszone heeft. En dat is een cirkel rond een stad. Maar Oostende is een stad die aanzienlijk. Oostende heeft dus maar een halve cirkel waar ze commercieel kunnen opwerken. De andere helft die ligt 60 mijl verder in zee. En daarom is die ferrylijn nodig. En we merken het dagelijks, want ik volg iedere dag de maritieme berichtgeving, hoe ook de grote jongens, de spelers op het kanaal, hoe dat die dagelijks en maandelijks groeien in percentage en eigenlijk bloeiende eenheden worden, want die verdienen geld, massa's geld. Zegt u nu, het is nog altijd mogelijk een ferry uit Oostende? Het is absoluut mogelijk een ferry uit Oostende, maar we moeten het wel zien in de context, de economische context van vandaag. Als we spreken over de veelijns met de dagelijkse verbindingen van 14 overvaarten uit Oostende, dat moet je vergeten. Maar als je mij twee schepen geeft die dagelijks twee keer kunnen overvaren, dan begin ik met een bloeiende lijn na één jaar. Ja, 8 voltallen.